COVID of geen COVID. Wel, wie zat dat wasani, wat virus bespotte het akondere, en dat na bota virus, en dat we rokos boeren. Maandag 25 mei, en tot ontwikkeling brengen. We hebben alles uitgezet, met 6 maanden crisisbeheersing, gaan we over tot stabiliteit en dan naar ons groeifase. Dat wij dit land moeten redden, gaan wij maandag zorgen dat wij in Wanica alle 6 zetels en als u wil, in de Mamek Vrij Posten, dat we denken aan de semi en we zorgen dat we Jankerman direct weer moeten maken in de Hollands los in de Amarmoni. We gaan ervoor. We hebben ook gezegd, we gaan naar die regering. Na 25 mei gaat u zien, deze VAP zal dit Suriname leiden. Deze VAP. Maar we hebben nog iets gezegd, ben was man en gewoon briefing. Til ik nood, want to man en briefing. Wat hebben we gezegd? We gaan hoeveel zetels halen? We gaan 28 zetels halen. We gaan het blijven zeggen. We gaan het blijven zeggen tot en met maandag 25. Want ik kan je één ding zeggen. Wij zien elke dag nieuwe VAP's komen. Wij zien elke dag personen die in feite hoop verloren hadden zich aansluiten bij de VAP. We zien die partij groeien. En weet u waarom? Er is vertrouwen in de VAP. Men heeft gezien dat de VHP dit land kan besturen. Men heeft gezien dat VHP dit land gaat leiden. Men heeft gezien dat VHP deskundig kader heeft. Maar wat je de laatste dagen ziet, mijn mensen, je wil je ogen niet geloven. De laatste dagen, wat ik zie wat er met de VHP gebeurt. Zo massaal komen mensen naar de VHP. En dat is om een andere reden. De reden is namelijk dat men nu al beseft, er is maar één politieke partij die in staat is de NDP weg te halen van deze regering. En dat is de VAP. En dat is de VAP. Men geeft een stem aan de VAP. Men geeft een vertrouwen aan de VAP. Elke stem hebben we nodig. En ik heb de overtuiging, ik kan je zeggen, mijn mensen, ik voel me goed. Ik voel me heerlijk. Ik zie al, wij gaan winnen. En we